Hallo allemaal, wij zijn hier vandaag in het Herman van de Poortenstadion, de thuisbasis van Lierse. Maar niet om match van Lierse te gaan kijken, we gaan namelijk naar de belofteploeg van Antwerp zien. De Young Reds, die spelen vandaag tegen Test Sport, dat is een match in Eerste Nationaal. En we gaan niet zomaar naar die match kijken, want... Een vriend van ons speelt, hè. Soufiane El Mazaat, beloftevolle speler van Antwerpen, gaan we vandaag even bekijken. We zien jullie binnen. Wij zijn binnen in het stadion. Het is een rare sfeer. Er is heel weinig volk. We voelen ons heel erg bekeken. Ik denk echt dat er meer security aanwezig is dan supporters. Ja, zo. Hierbij wat sfeerbeelden. Onze goede vriend Soufiane El Mazaat trekt daar zijn shirtje uit. We zijn benieuwd naar zijn prestaties vandaag. Test Sport staat 11 in de competitie, Antwerpen 14e, dus het is een redelijk spannende wedstrijd in de middenmoot. We hebben nog goede nieuws gekregen, Soufiane staat in de basis. Dat wordt spannend. Yo, het is nu in de rust. Het staat 0-1 voor Test Sport. De match is niet heel goed tot nu toe. Weinig goede acties. We zijn nu klaar voor de tweede helft. We zijn heel benieuwd. We hopen dat Antwerp nog iets kan forceren. Want eigenlijk zijn ze echt wel de betere ploeg. Ze hebben veel meer balbezit, veel dominanter. Maar Tess heeft gewoon geluk gehad bij een corner. Evert? Het is echt fucking koud hier. We zijn echt aan het beven. Alles voor de voetkast. Ja. We zien jullie tijdens de tweede helft.